Pasvallei is, zoals de naam zegt, een vallei die bestaat uit verschillende dorpen. Eigenlijk een gebied is, een regio. En in die gebied, in dat gebied, in die dorpen, zijn verschillende gemeenten ontstaan. En een van de eerste gemeenten stond in het gebied, in het dorp, dat Ulunikma heet. Voor de kerk in Ulunikma is een standbeeld, een monument opgericht, waarbij de komst van dominee Kuyt in 1963 op die plek wordt herdacht. Op zondagmorgen werd dominee Mulder uitgenodigd om voor te gaan in een kerkdienst in de gemeente van Ulunikma. Nadat de dienst begonnen was onder leiding van dominee Pieter Jaren, werd halverwege de dienst het woord gegeven aan dominee Mulder, die een preek heeft gehouden naar aanleiding van Lucas 19 over de roeping van Zacchaeus. Jezus komt tot het verlorene. Jezus akam datam tujanina. Om te zoeken in de eerste plaats en in de tweede plaats om zalig. Om met Amalia om met Jaren en Duadien om met Jermatka. Het was erg mooi om daar aanwezig te mogen zijn en om te zien hoe daar het woord nog altijd wordt gebracht. Het is voor mij de ervaring van de zegen van de Heer dat ik zijn woord tot u mag spreken. En luister naar wat de Heer Jezus doet. Hij komt om zalig te maken. Maar dan moet hij eerst zoeken. Kijk, daar komt Jezus aan. Er zijn allemaal mensen op de straat. En daar zijn ook fariseeën bij en schriftgeleerden. Maar er zijn ook tollenaren en boeren bij. Dat doet daar ook een Jan Kieler bij. Ze werd hier voor aan. Ze werd in Zacchaeus. Er is hier toe. Die heeft een paar dingen. In de regio Pasvallei wordt het Jali gesproken. Het Jali is een taal, een stamtaal die op Papua wordt gesproken en die binnen de GJP ook goed vertegenwoordigd is. Tijdens de kerkdienst in Ulunikma wordt daarom op twee manieren gezongen. Er wordt gebruik gemaakt van de berijmde psalmen op de Geneefse melodieën in het Indonesisch. Daarnaast krijgen schriftgedeelten in de Jali-taal een plaats, die door een aantal voorzangers worden gezongen en door de gemeente in beurtzang worden beantwoord. We verlaten Pasvallei in de hoop dat we elkaar weer zien en met de verwachting dat de band met de zusterkerken ook in de toekomst zal blijven bestaan.